Nu krijg je dus twee drempels inderdaad. Die werken zoals het moet. Maar wat voor snelheid hebben jullie? Wat ging je, Henk? Ik zal even kijken. Nou rij je 20. Ja, oké. Okay. Natuurlijk moet het camerawerk van onze EDTV-mensen beter. Maar filmen in een ambulance in Meerhoven is echt moeilijk. De drempels in de Eindhovense wijk voldoen volgens de stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven niet aan de richtlijnen. Ze zijn te hoog. Met name de hulpdiensten en het gehandicaptenvervoer ondervinden hier dagelijks hinder van. Het grootste probleem is het hoogteverschil. Je kan dus met een snelheid bij sommige drempels van 30 km per uur, lijkt het wel of je gelanceerd wordt. En dat kan met grotere snelheden misschien nog wel erger zijn. Ja, dat is gewoon geen pretje. Verschrikkelijk zelfs, de hoogte en zoals je door elkaar geschud wordt. Wethouder Erik van Merrienboer kreeg een rondrit in de ambulance en ondervond zelf wat voor een gehotse knots het is in Meerhoven. Nou, je voelt het, hè? We gaan flink op en neer. En dan krijg je weer dus een conventionele, zeg maar. En dan krijg je weer een gewone drempel. Dat is het verschil, hè? Ja, het blijft schudden, hoor, toch? Zie ik, kijk hier de camera maar aan. Wij zeggen niet dat er geen drempels moeten zijn. Wij zeggen dat er andere drempels moeten zijn. En we zullen, denk ik, hoop ik, als de wethouder direct bij mij mee in de wagen, tot een afspraak kunnen komen waar we gaan kijken, met z'n allen, maar ook met de technische dienst, hoe we tot een aanvaardbare oplossing kunnen komen voor alle partijen. Ik beloof geen wonderen. Hè. We hebben hier al wel eens ander materiaal toegepast voor drempels. Zachter materiaal, maar dan zie je onmiddellijk de snelheid van het verkeer toenemen. Dat willen we ook niet, hè, in deze wijk met zoveel kinderen. Dus we gaan echt per drempel ongeveer kijken van is de situatie te verhelpen of te verbeteren. Of moeten we het ongemak ook accepteren, want dat zal voor een stukje ook zo zijn.